We zijn in de Plantagekerk. Ik ga praten met Sjaak Koppen. Hij is van de Plantagekerk. Wat is dat voor kerk? De Plantagekerk is aangesloten bij de hersteld hervormde kerk in Nederland. En is feitelijk een gefuseerde gemeente tussen twee gemeenten in Schiedam. Voorheen was het hervormde evangelisatie in Schiedam. Die kerkte in de grote kerk 's middags en in het accentcollege 's ochtends. Toen de samen op weg gebeuren kwam, toen kon ze daar zich eigenlijk niet in vinden. En toen zijn ze hersteld en vormd geworden. Meneer Koppen, wat kunt u vertellen van de kerk zelf? Nou, de kerk zelf is dus gebouwd, is van 1872. Is gebouwd als een gereformeerde kerk. Maar op een gegeven moment, toen de Goede Havenkerk gebouwd werd, is deze dus ten koop komen te staan. En is die dus gekocht door die vrije gemeente, die dus de Plantagekerk was voorheen. Hoe moeilijk is het trouwens om een kerk te onderhouden? Want dat is een dure business, denk ik. Ik weet de cijfers allemaal niet, maar het kost geld om hem goed te onderhouden. En dat wordt ook gedaan, gepoogd om het goed bij te houden. En mogen we iedere zondag twee keer samenkomen hier rondom het woord van God. Op de achtergrond horen we het orgel spelen. Is dat een bijzonder orgel? Ja, dan moet ik even op het blaadje kijken hoor. Want het is een bijzonder fraai historisch orgel. Het Duitse orgelbouwer Wilhelm Rüther uit Kevelaar heeft het gebouwd. En het is in 7 januari 1882 in gebruik genomen. En de laatste jaren zijn er wel iets van verbeteringen aan gebeurd, zodat het allemaal nog mooier en voller klinkt. Wat kunt u zeggen van de parochianen? Waar komen zij zo'n beetje vandaan? De gemeenteleden, zeggen wij dan. Ja, oké. Okay. Ja, die komen uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Pernis ook enkele. Dus we hebben een beetje een regionale functie, ook omdat de hersteld hervormde kerk niet in iedere plaats vertegenwoordigd is. Dus zijn erbij die dan graag wat verder reizen om toch naar deze gemeente toe te komen. Nou zitten we in een tijd dat het kerkbezoek drastisch afneemt. Is het niet een moment dat de kerk elkaar op moet zoeken en samen op moet trekken? Daar waar samenwerking nodig is, zeg ik zonder meer dat het belangrijk is om samenwerking te hebben. Maar bij de samenwerking is ook belangrijk van put je op dezelfde manier uit de Bijbel als die ander. Zodat je niet allerlei invloeden kan krijgen waarbij eigenlijk van de bron wordt afgeweken onder invloed van de druk van de tijd waarin een heleboel dingen mogelijk zijn waarvan Gods woord zegt dat is niet de weg van God. Dus samenwerking jazeker, maar wel dat de boodschap blijft klinken, helder op de kandelaar, het licht mag schijnen.